Aan het begin van de jaren 70 werden er in de Noordzee grote olievoorraden gevonden. Olie is geld. En om de olie te winnen werden er steeds meer en steeds grotere boereilanden gebouwd. De bouwkosten liepen in de miljarden. Ongelukken kosten tot nu toe zo'n 200 levens. Alleen bij het kapseizen van het boereiland Alexander Kieland verloren al 120 mensen het leven. Bij de verdeling van de olievelden in de Noordzee kregen Engeland en Noorwegen de grootste velden. Begin 1974 besloten een aantal Engelse banken en technici tot de bouw van het grootste boereiland ter wereld. Loch Kisshorn, in het noordwesten van de Schotse hooglanden, was de aangewezen plaats voor de eerste bouwfase. Zo moest het boereiland eruit gaan zien. Hij zou hoger worden dan de Big Ben, St. Paul's Cathedral en de 205 meter hoge Post Office Tower in Londen. De totale hoogte zou 237 meter bedragen. Voor met de eigenlijke bouw begonnen kon worden, moest er eerst een bouwput worden gemaakt. Met springstof werd er 1,2 miljoen ton gesteente verwijderd. De voet van het boereiland zou een grondvlak van 145.000 vierkante meter en een doorsnede van 145 meter krijgen. Er werd een reusachtig droogdok gebouwd. Het zeewater werd met een grote betonnen muur buiten gehouden. De kolos, zoals het boereiland al gauw genoemd werd, werd opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen die op het land werden gemaakt. De eerste bouwfase omvatte de voltooiing van de trapvormige voet van het eiland. In deze fase waren er ongeveer 2000 man bij de bouw betrokken. Ze werkten in ploegen, zodat er 24 uur per dag kon worden doorgewerkt. De bouwput zelf zag eruit als een geordend oerwoud van staalkabels, buizen en betonplaten. Reusachtige kranen takelden voortdurend nieuwe onderdelen in het in aanbouw zijnde eiland. Maar de ingenieurs en de arbeiders wisten precies waar ze mee bezig waren. In september 1976 was de vorm van de sokkel al goed te herkennen. In de betonplaten waarmee de buitenzijde werd bekleed, waren gaten aangebracht om de kracht van de stroming en de golven te breken. De ingenieurs hadden berekend dat het eiland onder druk van zijn eigen gewicht van 600.000 ton ongeveer 5 meter in de zeebodem zou zakken. De gaten in de betonplaten van de voet maakten een betere verankering in het slip mogelijk. Dankzij de ingebouwde luchtkamers bleef de kolos ondanks zijn grote gewicht nog juist drijven. Dit was het moment waarop men het droogdok liet vollopen. Het boereiland kwam nu voor het eerst in contact met het zoute water van de Noordzee. De voet leek op een reusachtig, zeldzaam monster dat wachtte op het moment dat hij uit zijn stenen kooi bevrijd zou worden. Eindelijk werden de grote sluizen opengezet.
eerste korte reis kon beginnen. Grote, krachtige zeeslepers brachten de voet van het Booreiland naar het 5 kilometer verderop gelegen eiland Skye. Hier zou hij stevig verankerd meer dan een jaar blijven. Het is goed te zien dat er in de hoogte wordt gebouwd. Dit deel, boven de voet, werd de buik genoemd, dat met gewelfde betonplaten bekleed en beschermd werd. En ook in het binnenste van de buik ging het werk verder. Als het Booreiland eenmaal in bedrijf is, zullen hier 42 stalen buizen met een doorsnede van 75 centimeter doorheen lopen die naar 42 boorgaten voeren. De steeds dunner wordende buizen waaieren vervolgens uit en zullen zich verspreiden over het op 3000 meter diep gelegen Ninian olieveld. Door 12 buizen pompt men water naar beneden en door de druk van dit water wordt er olie door de andere buizen omhoog geperst. De ronde hoofdtoren groeide steeds verder, tot hij uiteindelijk ruim boven de buik uitstak. Opnieuw worden er betonplaten naar boven getakeld die van openingen zijn voorzien. De openingen moeten voorkomen dat de krachtige golven schade kunnen aanrichten. Terwijl de bouw van de romp van het eiland verder ging, was men op het land begonnen met het aan elkaar lassen van het stalen frame van de bovenbouw. Alles wat men nodig had om in zee naar olie te boren, zou op dit platform een plaatsje krijgen. Ook een landingsplatform voor grote helikopters. Het grote werkplatform werd op 2 brede pontons geplaatst en met een sleepboot naar 2 van de grootste drijvende bokken ter wereld getrokken. Ondertussen had de voet van het eiland ook weer zee gekozen. De drijvende bokken hadden het werkplatform omhoog getild. De voet was tot en met de buik onder water verdwenen. Zo werd hij naar de drijvende bokken gesleept die op een diepere plaats in de inham lagen te wachten.
Hier werden de luchtkamers van de voet met water gevuld, waardoor de voet zo ver zou zinken dat het platform erop gezet kon worden. Langzaam naderde de voet van het eiland de drijvende bokken met hun zware last. Heel voorzichtig liet men het 6000 ton zware werkplatform op de voet zakken. Met grote precisie werd het dek neergelaten op de bevestigingspunten. Vervolgens werden beide delen stevig met elkaar verbonden. Pas nu verdiende het eiland zijn naam, Hoofdplatform. De derde bouwfase was hiermee voltooid. De vierde kon beginnen. Eind 1977 werden er met behulp van reusachtige kranen 23 containers op het dek gehesen. Deze containers wegen maximaal 1200 ton en zijn zo groot als een gemiddeld huis. Ze bevatten alles wat voor het leven en werken op het platform noodzakelijk is. De herfst van 1978 stond voor de deur. Dag en nacht werd er in ploegen gewerkt om het platform te voltooien. En toen was het de beurt aan de zeelui. Zij moesten een zo gunstig mogelijke route naar de uiteindelijke ligplaats van het platform uitstippelen. Op 5 mei 1979 begon de reis. 5 grote zeeslepers zouden het platform naar zijn plaats brengen. Eerst moesten ze de Inham uit, dan om de Shetland-eilanden heen en vervolgens naar de ligplaats boven het Ninningen-olieveld. Het grootste zeetransport aller tijden deed er, zoals berekend, 14 dagen over om zijn bestemming te bereiken. Pas op de eindbestemming zou de 5e en laatste bouwlaag worden aangebracht. De totale bouwkosten van het eiland bedroegen ruim 1 miljard gulden. De luchtkamers van het eiland werden nu opnieuw met zeewater gevuld. De voet van het eiland had zich inmiddels op 45 meter diepte in de zeebodem geboord. Het eiland stak nu nog maar 100 meter boven de zeespiegel uit. In het voorjaar van 1980 werd de eerste olie opgepompt. Sissend verbranden de vlammen het niet gebruikte aardgas. Dagelijks stroomt er 17 miljoen liter olie via een 158 kilometer lange pijpleiding van het hoofdplatform naar Sellam Vaux, de oliehaven op het hoofdeiland van de Shetlands. Het hoofdplatform is niet het enige boereiland in het Ninningenveld. Hij wordt in het noorden en zuiden geflankeerd door 2 kleinere eilanden. De Shetland-eilanden hebben door hun ligging dicht bij het Ninningenveld grote betekenis gekregen. Het noordelijkste eiland is Unst. Op dit kale, boomloze eiland van bijna 200 vierkante kilometer wonen zo'n 800 mensen.
Tegenwoordig ligt er een vliegveld op Anst. Hier landen de kleine toestellen uit het Schotse Aberdeen en vertrekken de grote helikopters naar de Boereilanden. Op de rest van het eiland is weinig te merken van alle activiteiten. Vroeger waren de Shetland-eilanden alleen bekend om hun ponies. Het is tijd voor een wisseling van de ploegen. In 45 minuten zal de helikopter de arbeiders naar het platform brengen. Ze dragen kunststof pakken die volledig waterdicht zijn. Om het vinden en bergen van de slachtoffers bij een eventueel ongeval te vergemakkelijken, zijn de pakken oranje gekleurd. De meeste arbeiders van de olieplatforms zijn afkomstig uit het noorden van Groot-Brittannië, van de Shetlands, de Orkneys en uit Noord-Schotland. De olievondsten in de Noordzee hebben zo'n 45.000 arbeidsplaatsen opgeleverd. 10.000 daarvan op de Boereilanden voor de Schotse kust, 1.500 op de drie eilanden in het Ninian-veld, waarvan 600 op het hoofdplatform. Deze 600 man werken in drie ploegen. Elke ploeg van 200 man blijft 2 weken lang op het eiland. Roken is alleen toegestaan in een aantal speciaal beveiligde ruimten. Na 2 weken kregen de arbeiders 1 week vrij af. Veiligheid gaat voor alles. Dag en nacht vaart een reddingsboot rondjes om het eiland. Rondom het eiland hangen 14 oranje gekleurde onderzeeboten.
Als er een explosie dreigt, kunnen de arbeiders zich bliksemsnel onder water in veiligheid brengen. Deze operatie is herhaaldelijk geoefend. Elke boot biedt plaats aan 50 man. De wereld van deze arbeiders bestaat uit loodzware pijpen, kabels, boorkoppen, stangen en kranen. Met 8 boorkoppen met een doorsnede die varieert van 22 tot 76 centimeter, wordt er naar olie geboord. De arbeiders die de boortorens bedienen, de zogenaamde drillers, zijn de elite troepen in het leger van olieplatformarbeiders. Ze worden trouwens ook het beste betaald. Ze werken 20 tot 22 weken per jaar en verdienen gemiddeld zo'n 60.000 gulden. Ze zijn wel 16 uur per dag in touw. Om de arbeiders op het platform te vermaken, wordt er elke avond een andere film gedraaid. Verder zijn er flipperkasten, biljart en tafeltennistafels. De keuken van het boereiland kan zich meten met die van de beste restaurants. De kooien zijn comfortabel en voorzien van een douche en een toilet. De aggregaten op het platform werken dag en nacht. Ze leveren stroom voor de machines, de verlichting, de verwarming en de meet- en zendapparatuur. Het hoofdplatform gebruikt per dag meer stroom dan een stad van 200.000 inwoners. Vanuit de controlekamer wordt alle meetapparatuur bediend. Van elk controleapparaat zijn er steeds 2 in bedrijf.
Op het dek is het voortdurend erg druk. En bij helder weer zijn in de verte 9 andere boereilanden te zien. De olievelden onder de Noordzee bevatten genoeg olie voor de komende 40 jaar. En inmiddels zijn er alweer nieuwere en grotere booreilanden aan het werk.